Alle 16.000 gestarte schaatsers zijn inmiddels geïnterviewd op alle netten, als ook de bemanning van alle stempelposten en 2/3 van het publiek. Maar de laatste deelnemer, die nog niet is ondervraagd, komt daar aan. Meneer, mag ik even vragen? U heeft hem... U heeft hem helemaal uitgereden, hè? Ja, maar niemand wou me een stempel geven. Maar waarom niet? Omdat ik niet kan schaatsen. Ik was al jaren lid van de Elfstedenvereniging. Ik dacht, dan leer ik in de tussentijd wel schaatsen. Maar je weet, het gaat druk. Nou, ik kwam hem toch een keer meemaken. Toen heb ik de oudste stoel genomen die we in huis hebben. En ik heb hem dus wel uitgereden. Ja. Maar u hebt geen kruisje gekregen? Nee, omdat ik niet kan schaatsen, dat wou ze niet geven. Dat is ontzettend kinderachtig. En ook in de analen kom ik dus eigenlijk helemaal niet voor nu. En ik heb gebit en gesoewat en gesmeekt, want het zijn stijfkoppen die vriezen. Dus eigenlijk is het helemaal van niks geweest. Nou, misschien krijgt u in december weer een kans. Oh, nee. Nee, ik hou er niet op. Ik doe het niet meer. Ik kan het niet. Ik krijg het niet onder de knie. Met piano spelen precies zo kan ik ook niet. Ik kan niet schaken. Ik kan niet dammen. Ik kan niet fietsen. Ik heb geen zwemdiploma. Ik ben eigenlijk een waardeloze kerel. En mijn leven zit er nou bijna op. En mijn ouders zijn overleden. Ik ben nooit getrouwd geweest. De enige hobby die ik had was dan af en toe met een goed glas wijn. He, gezellig wat kinderporno kijken. Dat mag je ook niet meer in huis hebben. Dus ik denk dat ik eruit stap hoor. Hoe bedoelt ik u? Heb het nou wel gezien. Hoe bedoelt u dat? Ik wil dood. Ik wil dood, meneer. En ik zeg tegen de huisarts, help me in godsnaam uit energie. Hij zegt, ja kom, zeg iemand die de Elfstedentocht heeft gereden, die ga geen energie opleveren. Maar ik wil eruit. Ik heb er genoeg van. Echt hoor. Het allerbeste met u. Ja, dank u. Ik ga even zitten als u goed. Ik wil dood.